We zijn in Hilversum voor een gesprek met burgemeester Pieter Broertjes. Ja, burgemeester, het is heerlijk weer, ook nu weer. Het weekend was mooi. Heeft u daar ook een beetje van kunnen genieten? Ik heb gezeild op het IJsselmeer. Dat is altijd heerlijk met een vriend. Een mooie boot. En we zijn alleen door de weinig wind zijn we niet verder gekomen dan Urk. Van Lelystad naar Urk. Maar dat is ook heerlijk. Toch genieten. Altijd geweldig. Ja. Ja. Het lijkt misschien een beetje een vreemd moment zo nu de zomer net begint. Maar we gaan het hebben over oud en nieuw. Over vuurwerk. Het kabinet heeft afgelopen week besloten om de verkoop en het afsteken van vuurwerk aan banden te leggen. Was u daar nou blij mee of vond u het eigenlijk gewoon helemaal niet ver genoeg gaan? Ik ben er heel blij mee, want het is een mooie eerste stap. Maar we moeten nog wel verder. Vooral het illegale vuurwerk is een groot probleem en dat is nu nog niet aan de orde geweest. Maar daar moet de regelgeving komen op Europa, op Europees niveau. Maar het is heel goed, want ik had niet gedacht dat het zo snel zou komen. Dat betekent toch dat het kabinet gevoelig is voor een trend in de samenleving. Dat het met dat vuurwerk, ook het illegale vuurwerk, maar ook het gewone consumentenvuurwerk, uit de hand is gelopen de afgelopen decennia, kan je eigenlijk al zeggen. En wie zich nog herinnert op 2, 3 januari, de berichten die er toen kwamen over de schade, over de overlast. 90.000 mensen hadden geklaagd in 2 dagen tijd. Dus er is echt iets aan de hand. En ik heb er een onderwerp van gemaakt. Daarmee staat Hilversum een beetje nu op de kaart als de voorloper als het gaat om vuurwerk. Maar dat gaat ook ergens over. En intussen had u ook besloten om het centrum van Hilversum vuurwerk vrij te maken tijdens oud en nieuw. Weet u al een beetje hoe dat gebied eruit gaat zien? Zeker. Dat hebben we bepaald. Dat gaan we deze week met de raad over spreken in de commissie. En dan 2 weken later in de besluitvorming in de raad. Dus we hebben het nu voorgelegd. En het is de Groest en daaromheen. Van lang gewenst tot Gooiland, dat gebied. En we beginnen niet te ambitieus, want we moeten het ook kunnen handhaven. We moeten het kunnen vertellen aan de mensen, we kunnen het uitleggen. Ja, dus het is eerst een klein gebied. Klein gebied. Mogelijk... En als dat een succes wordt en als mensen dat ook echt als plezierig ervaren, dan kunnen we verder. Ja, en wat mag je dan allemaal niet in dat gebied? Nou, je mag geen vuurwerk afsteken. Maar wel sterretjes? Ja, natuurlijk. We zijn ook gewoon mensen. En we zijn vaders en moeders, dus dat is allemaal prima. Maar je mag daar dus geen consumentenvuurwerk afsteken en al zeker helemaal geen illegaal vuurwerk. Nee. Dus daar wordt echt beter op gelet. En mag je het wel in bezit hebben? Stel, je gaat nadat je op het genoeg bent geweest nog ergens anders heen waar je wel vuurwerk af mag steken? Ja, je moet het echt doen. Je moet de daad verrichten. Het hoeft ook niet in dat centrum, want we hebben dan dat centrale vuurwerk om 12 uur. En dat is er vlakbij, dus op het Langewens, op het Marktplein. Dus dan hebben die mensen ook genoeg vertier eigenlijk. En daarna gaan mensen nog feest vieren. Er zijn allerlei kroegen daar in dat centrum die feesten geven. Dus daarom hebben we ook dat centrum gekozen. A, omdat het beheersbaar is en omdat het een alternatief heeft. Ja, en hoe gaat u dat dan handhaven? U zegt net, iemand moet echt op heterdaad betrapt worden. Ja. Nou ja, Hoeveel politie gaat daar staan? Dat zal politieinzet vergen. Daar hebben we al natuurlijk gesprekken over, ook met het Openbaar Ministerie. Maar ik merk wel dat steeds meer de behoefte is om ook echt stappen te zetten. En dat er niet alleen maar over gesproken wordt, maar dat... Dit is ook weer een eerste volgende stap, wat Hilversum zet met die vuurwerkvrije zone. Ja, maar uw doel is dus uiteindelijk om Hilversum helemaal vuurwerkvrij te maken? Uiteindelijk wel, ja. Maar dat gaat in stappen, hoor. Dat gaat niet in één keer. Maar ik zie ook, de Tweede Kamer gaat er volgende week over praten. Het kabinetsbesluit, voorstel nu is van belang. De wind zit mee en daar moeten we op blijven golven, op blijven surfen. En ik merk ook aan de reacties hier bij de mensen, die zijn enorm. En de meeste zijn toch positief. Ja, er zullen ook mensen zijn die zeggen, maar ik vind dat zo leuk met mijn kinderen. Bijvoorbeeld vuurwerk afsteken, het is ook een beetje jong geleerd, oud gedaan. Dat kan ook wel. Ik weet niet of u die herinnering ook heeft. Ik heb dat zeker, ik heb dat ook vaak genoeg gedaan met mijn kinderen. Maar ik zie nu wat de overlast is. En ook, we hebben het er nooit over, maar over dieren, dat hoor ik nu ook dus. Hè, die doodsbang zijn op zo'n oudejaarsavond. Nou, dat vind ik ook een element wat meedoet. Ik zou de Partij van de Dieren eigenlijk nog wel eens willen oproepen om wat krachtiger Hilversum te steunen in zijn aanpak van het vuurwerk. Ja, en wie weet wordt het dan ooit een Hilversum volledig vuurwerkvrij? Als eerste misschien wel in Nederland. In Antwerpen hebben ze dat vorig jaar geprobeerd. Is niet zo goed gegaan, hè? Nee, die zijn te ambitieus geweest door in één keer het heel Antwerpen vuurwerkvrij te maken. Dat kan dus niet. Nee. Dat kan niet. Dan heb je duizenden politieagenten nodig om dat toe te zien. Maar we gaan van die ervaring leren. We gaan ook naar Antwerpen toe. Dus we gaan echt proberen, we hebben nog een half jaar de tijd minimaal om het allemaal heel goed voor te bereiden. Dus wat mij betreft is het alleen maar als doel vrolijker en een veiliger oud en nieuw. Ja, en de vuurwerkverkopers, die balen zeker? Daar heb ik ook mee gesproken en daar gaan we ook mee samenwerken. We gaan, omdat dat
tegen het illegale vuurwerk, dat is ook in hun belang, voor het veilige consumentenvuurwerk. En die gaan ook ons steunen in de aanpak. En die contacten die hebben we inmiddels. Dus ze vinden het niet leuk natuurlijk, maar ze zien ook wel dat die overlast een keer moet ophouden. Ja. De man die afgelopen oud en nieuw een vuurwerkbom gooide, waardoor 7 mensen gewond raakten. Ja. Sommigen hebben blijvend letsel opgelopen. Ja. Die heeft 240 uur taakstraf gekregen. Wat vindt u daarvan? Veel te weinig. En het Openbaar Ministerie gaat gelukkig in een hoger beroep. Ik heb er ook met het Openbaar Ministerie over gesproken. Ja, dat is de rechter. Daar gaan we niet over, zoals u weet. Maar nee. Ik vind het veel te weinig. Het is een waanzinnige actie. En dan wordt er weer gezegd dat hij ontoerekeningsvatbaar was op dat moment, maar ik vind het allemaal onzin. Die man heeft doelbewust dat naar die jongens gegooid, die meisjes. Ik vind dat echt een criminele actie, dus ik vind het veel te weinig. Maar ja, we zullen zien wat er in hoger beroep gebeurt. Ja, en wat zou hij voor een taakstraf bij u in de gemeente mogen doen? In ieder geval op 1 januari al het vuurwerk rommel opruimen. Dat zou, maar daar heeft hij geen 240 uur voor nodig, maar laten we daar maar eens mee beginnen. Ja. Hilversum heeft een nieuw college. Gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Het is een brede coalitie. VVD, CDA, SP en D66. Ja. Gaat het goed tot nu toe? Ik heb nu één collegevergadering gehad en dat was echt geweldig. Het zijn natuurlijk frisse, jonge, nieuwe mensen die er met veel zin tegenaan gaan. En je merkt toch dat als een wethouder 4 jaar of soms 8 jaar, wat ik in mijn college had, zit, ja, dan raakt er ook wat sleets op. Dat kan niet anders. Dat zal mij ook overkomen als ik heel lang burgemeester ben. Dus het is fijn om nu leiding te mogen geven aan een groep mensen die er ontzettend veel zin in hebben. En heel veel daadkracht uitstralen. En niet te lang willen praten en niet te veel beleid, maar gewoon dingen gaan veroorzaken. Ja, en wat gaan ze dan veroorzaken? Is er iets dat echt gaat veranderen hier in Hilversum? Ik denk zeker dat de binnenstad echt een upgrade krijgt. Daar hebben we al zo lang over gehad. En de allerlei straten vanaf het Stationsplein naar de binnenstad, die zien er nu zo verkommerd uit. De leegstand gaat aangepakt worden, daar gaan we hard op de gebouwen ook hier omheen. De KRO-studio, daar gaat wat mee gebeuren. De AVRO-studio, de vioolkist, allemaal prachtige, iconische gebouwen die nu leeg staan. En daar gaan we wat aan doen. Ja, dus die gaan niet gesloopt worden? Zeker niet, nee. Daar gaat hergebruik voor plaatsvinden. Maar daar moet je heel veel voor beweging creëren om uiteindelijk dat doel te bereiken. Ja. Dat daar andere bewoners komen of een andere bestemming komt. En dat grijpt allemaal in elkaar. En dat hebben we ook afgesproken, dat we veel integraler gaan werken. Dus niet meer vanuit portefeuilles zozeer, maar meer vanuit het probleem. Wie is de eigenaar van het probleem en hoe gaan we het oplossen? Een heel nieuwe aanpak, een heel nieuw college. Ja. Ja. Uw eigen partij, de Partij van de Arbeid, zit er niet meer in. Is dat even wennen voor u? Nou, ik sta boven de partijen, dus ik heb geen voorkeur daarin. Het is sneu. Het is sneu. Natuurlijk een partij die de afgelopen 8 jaar meegeregeerd heeft en ook veel tot stand heeft gebracht. Jan Rentsen als wethouder Economische Zaken en Media. En dan sta je er nu naast. Dat gebeurt. In landelijke politiek gebeurt dat natuurlijk ook. En de Partij van de Arbeid heeft het sowieso moeilijk op dit moment. Maar misten ze wel eens? Ik denk nu dat het goed is dat ze even zich bezinnen en even 4 jaar het aan een ander overlaten. Ik vind het erg leuk dat de SP meedoet. Dat is toch een nieuwe bestuurderspartij. Kijken geeft ook een beetje tegenwicht aan de VVD en CDA. Precies. Anders heb je zo'n heel links blok tegenover je. En dan gaat daar alle energie aan op. En nu is er toch een van die partijen ook lid van het college. Dus ik vind dat erg leuk. En Ajo Klamer, die ken ik nog van mijn vorige leven. En dat is heel interessant natuurlijk. Een man die jaren, decennia lang ook leraar is en colleges geeft. En die nu opeens een stad moet besturen. Dat vind ik geweldig. We gaan nog even terugkijken naar een paar weken geleden. Er deed zich een lastige kwestie voor rond de dodenherdenking. Voor wie dat niet gevolgd heeft, kunt u even kort samenvatten wat er aan de hand was? Een week voordat de dodenherdenking zou plaatsvinden, kwam er plotseling een mailwisseling, een Twitterwisseling tot opstand. Omdat in een moskee hier in Hilversum Palestijnse aanhangers van de Palestijnse beweging een bijeenkomst wilden houden. Nou, prima. Maar op die zondag, 4 mei, vind ik ook prima. Maar ze noemden zichzelf de alternatieve Holocaust. En toen ging het mis. Want toen, met name het Sidi en de achterban van het Sidi, de Joodse beweging in Nederland, die kon dat niet aanvaarden. Dat er een andere groep zich opeens, dat die Holocaust... Vond u het zelf ook ongepast? Ik vond het ongepast, ja.
Ik vond ook wel de reactie van de CD-mensen ook wel ongepast hoor. Ik heb mails gekregen waar je echt, dat je denkt, nou daar lussen de honden geen brood van. Dus ik vond het kwam in een enorme hype terecht. En wij hebben dus toen als gemeente geprobeerd om die mensen op andere gedachten te krijgen. Hou die bijeenkomst, freedom of speech, maar niet op 4 mei. Nou ja, uiteindelijk is dat gelukt. Die moskee heeft ook gezegd, oké, we doen het niet. Maar we zijn er toch wel een hele week mee bezig geweest om die dreiging. Hè, want er gaan natuurlijk allerlei aanzuigende werking van als het plaatsvindt, wie komt er dan op af? Gaan we een tegendemonstratie krijgen? We hadden ook natuurlijk gepland altijd in Hilversum om met honderden mensen door de stad te lopen. Nou, dat dreigde ook toch even in gevaar te komen. Dus we hebben toch een hele, een beetje angstige week gehad. Ook voor het eerst eigenlijk. Terwijl dat was onnodig geweest. Als ze gewoon op een andere dag dat hadden gepland, een week daarvoor of een week daarna, helemaal geen probleem. Maar dan had het misschien niet de impact en de nieuwswaarde gehad die het nu had. Ze hadden toch een soort provocatie van wij willen ook aandacht juist op die dag. Ja, en hoe gaat u dat dan voor volgend jaar voorkomen? Nou ja, we hebben nog gesprekken gepland. Ik ga nog die moskee, het bestuur van de moskee is er ook rotgeschrokken eigenlijk. Die hadden het helemaal niet voorzien. Die hadden gedacht, nou ja, het was niet om 8 uur 's avonds, het was 's middags. Die hadden dat niet voorzien. Dus die hebben uiteindelijk gezegd, nou, we trekken onze faciliteiten in. Dus daar ga ik mee praten, hoe we dat terugblikken. En ik ga nog een keer met die beweging, dat is de bewustzijn moslims. Dat is een nieuwe beweging die ook niemand kende. Dat zijn Hilversumse jongens, geloof ik. Daar ga ik ook nog een keer mee praten. Om toch eens even te vragen, want die voelen zich natuurlijk door mij ook in een hoek gezet. En dat vinden ze niet terecht. Maar ik had op dat moment weinig keus. Niks doen was geen optie. Nee. Want dan was het uit de hand gelopen, sowieso. Ja, dus er komen nog gesprekken. Ja, en zeker. Volgend jaar proberen dit te vermijden. Dit is onnodig. Is onnodig. Duidelijk. Ik dank u hartelijk voor dit gesprek. Graag gedaan. Ja, volgende week dan zijn we in Horen bij burgemeester Onno van Veldhuizen. Als je een vraag voor hem hebt, dan kun je die stellen via de mail nhbeslist@rtvnh.nl. Of anders natuurlijk via Twitter. Gebruik dan de hashtag nhbeslist. Graag tot volgende keer.